Dit is het nieuws van zondag, 11 juli. We tellen de minuten af nog even en dan klinkt het fluitsignaal voor de spannendste voetbalwedstrijd in jaren. Die zijn dood. Die zijn getroffen door de bliksem. 54 schapen uit één kudde zijn gisteren gedood door de bliksem. En het noodweer zorgde voor nog meer ellende. En een gedenksteen voor de man die dood werd gestoken in Groesbeek. Goedenavond. We tellen de minuten af. Het Nederlands elftal staat voor de derde keer in de geschiedenis in die finale van het wereldkampioenschap voetbal. Miljoenen mensen hopen en bidden dat het na de nederlagen tegen Duitsland in 1974 en Argentinië 4 jaar later nu wel gaat lukken tegen Spanje. Mensen kijken thuis op de bank of in de kroeg of buiten op grote schermen, zoals in Doetinchem. En daar is ook Jacques Verhagen. Ja, Jacques, nog een klein half uurtje te gaan. Hoe is het bij jou? Jacques, hoor je mij? Ik denk dat Jacques wat last heeft van de hitte of van het geluid op de achtergrond. Dan gaan we het niet proberen in Doetinchem, maar dan schakelen we over naar Nijmegen. Daar staat Annemieke Schakelaar. Annemieke, hoe is het bij jou? Nou, ik kan me wel voorstellen dat Jacques je niet hoorde, want ik ben heel ver van de mensenmassa afgelopen om jou te kunnen verstaan. Ik loop een klein beetje naartoe en misschien kun je de herrie horen. Jazeker. Het is hier in de Molenstraat in Nijmegen, Hartje Centrum, één groot feest. Echt iedereen staat hier zich te bedringen voor het enige grote scherm wat in Nijmegen is opgehangen. Er werd net al met een hele groep je We'll Never Walk Alone gezongen. Dat was echt prachtig om te zien, zo'n mensenmassa voor dat scherm. Dat mensen allen naar links en naar rechts. Helemaal oranje. En die spanning is er wel, maar het is toch vooral nog wel op dit moment een vrolijke en ontspannen spanning. Ja, Annemieke, jij staat in Nijmegen. Heb je enig idee hoe het in de rest van de provincie is? Ja, wat we van nu te horen en ook hebben gezien van collega's die in de rest van de provincie aanwezig zijn, is het overal één groot feest. In de centra van de grote steden, zoals bijvoorbeeld de Kornmarkt in Arnhem, alles oranje. Mensen staan lekker met een biertje in de hand echt af te tellen. De televisieschermen staan overal aan. En echt nogal iets in beeld komt wat met Nederland zelf wel te maken heeft. Dan gaan die handen de lucht in. Is het één groot feest. En nou, volgens mij zegt 99 van de 100 mensen heeft wel iets oranjes op dan. Misschien komt het blauw aan. En ja, het is nu echt aftellen geblazen. En dat betekent dat in heel Gelderland iedereen echt in grote drommen bij elkaar zit. Annemieke, dankjewel. Wij gaan het nog een keer proberen in Doetinchem. Daar is Jacques Verhagen. Jacques, ik hoop dat je me nu wel hoort. Hoe is het bij jou? Ja, ik sta hier dus in het Oranje Theater van Doetinchem. En je ziet het op de achtergrond. Het is één zee van de oranje mensen. De brandweer is aanwezig om de mensen nat te sproeien. Er zijn douches aangelegd waar mensen even kunnen afkoelen. En je ziet toch ook wel, dit is de trend van dit WK. Ga de huiskamer uit, op het plein, naar een groot scherm kijken, met z'n allen. Zoals op het Museumplein vandaag in Amsterdam, 100.000 mensen. De verwachting hier is dat er toch zo'n 5.000 mensen gaan kijken naar het scherm hier in het centrum van Doetinchem. De eerste mensen waren hier al rond 4 uur vanmiddag. En we namen een kijkje vanmiddag hier in de buurt, hoe de mensen zich prepareren op de aanstaande grote finale. Dit lijkt weinig goeds te voorspellen in de Arnhemse wijk Malburgen. Supporters van de WK-finalisten zijn buren en dat laten ze merken ook. Hoe gaat u dat nou beleven? Nederlandse vrouw, met Spaanse vlag aan de deur. Hij heeft een erg grote vechterpartij. Ik gok op 1-1 en in de verlenging winnen wij de beker. Zuur, hè? Ik denk er worden geen verlenging. Nee. Ik denk er 2-1, maar ja, van wie? Je hebt die vraag, van wie? Maar denk ik geen verlenging, denk ik niet. Ondertussen in Doetinchem. Daar wordt hard gewerkt op het plein voor het stadhuis. Voor het eerst in de stad kan er massaal worden gekeken. En het allerbijzonderste is dat dit eigenlijk in 2 dagen tot stand is gekomen. En dat kan niet anders dan een burgemeester die op donderdagavond ook meehelpt sjouwen. Politie, brandweer, iedereen bij de gemeente die meewerkt. En het sportcafé Hattrick die hier met alle mannen, vrouwen, bekenden, iedereen die helpt hier een handje mee. Dus het is eigenlijk fantastisch en dan staan we nog op een leeg plein ook nog. De Oranjestraat van Nederland, de Themanstraat. Hier bouwen ze een eigen feestje. Artiesten vermaken de straatbewoners. Alleen je nog zo ver weg van mij.
Jacques vanuit Doetinchem en Annemieke vanuit Nijmegen. Jullie bedankt en veel kijkplezier vanaf de pleinen. En tot zover onze berichtgeving over het WK na de wedstrijd. Een nieuwe uitzending van het TV Gelderland Nieuws. Ja, en wat gaat er nou eigenlijk allemaal om in het hoofd van de miljoenen voetbalfans die vanavond meeleven met het Nederlands elftal? Onderzoekers van de Nijmeegse Radboud Universiteit zochten het uit en kwamen tot een paar opmerkelijke conclusies. Achterbal. Gewoon wegwezen. Hoe reageren de hersenen van een voetbalfan tijdens een spannende voetbalwedstrijd? Om daarachter te komen lieten onderzoekers van de Radboud Universiteit fans in een speciale hersenscanner kijken naar een virtuele penaltyreeks tussen het Nederlandse en Duitse elftal. Uit ons onderzoek kwam dat de alarmbel die afgaat wanneer je een fout ziet van een ander, dat die eigenlijk op dezelfde manier afgaat wanneer je een fout ziet van een Nederlander als van een Duitser. Kortom, het maakt niet uit wie de penalty mist en dus een fout maakt. Onze hersenen reageren op dezelfde manier en dat is opmerkelijk. Wij hadden verwacht, we hebben hier echte voetbalfans, sterke aanhangers van Nederland. Dus voor hun moet het toch wel degelijk uitmaken of ze een fout zien van Nederland of van Duitsland. En dat zou je dan terug moeten zien in hoe hard die alarmbel afgaat. Maar dat is dus niet het geval. Pas milliseconden later beoordeelt een ander deel van onze hersenen de consequenties van het gemiste doelpunt. En is de Oranje-fan blij met het gemist doelpunt van de tegenstander? Of baalt hij omdat Oranje mist? De onderzoekers kijken niet alleen naar wat er in het hoofd van fans omgaat. Ook onderzoeken zij het brein van spelers. En wat blijkt, de schijnbeweging van Arjen Robben blijkt altijd te werken. Het duurt zeg maar tot 250 milliseconden, dus een kwart seconde, voordat de speler doorheeft van hey, verrek, ik ben weer meebewogen met die vervelende schijnbeweging. Ik moet mezelf gaan corrigeren, want straks zit er vandoor met die bal. Maar dan duurt het nog steeds 200 milliseconden voordat die zich feitelijk heeft gecorrigeerd. Dus al met al duurt het een halve seconde vanaf het moment van de schijnbeweging totdat de tegenstander weer terug is zeg maar bij Robben, maar dan is Robben er al vandoor. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft ook in Gelderland veel schade en overlast veroorzaakt. Met name in de regio Arnhem-Nijmegen en op de Veluwe waren er problemen. Overal in de provincie heeft de brandweer het vannacht druk met het opruimen van takken en bomen op de weg. In verschillende woningen breekt na bliksemuitslag brand uit. Deze woonboerderij in Emst is volledig verwoest. De eigenaar van de woonboerderij hier in Emst wil niet herkenbaar in beeld. Hij was gisteravond zelf niet thuis, maar hij vertrouwde de boel niet, waarop hij hier razendsnel naartoe is gekomen en de boerderij in lichte laaien zag staan. Ik had naar huis gebeld. Meerdere malen waarop niemand opnam eigenlijk. Dat is eigenlijk de reden dat ik het gevoel kreeg dat er iets niet goed was en dat ik naar huis ben gegaan. Ik kwam hier naartoe en het was één licht om me heen. Allemaal bliksem en donder en dergelijke. Op het moment van de blikseminslag zijn zijn vrouw en hun zoontje en een neefje nog in de woning aanwezig. Ze komen ongedeerd naar buiten, maar de boerderij met rieten dak brandt volledig af. Alle herinneringen, alles is weg. Foto's, noem het maar op. Herderin Christine Mouw gaat vanmorgen naar haar schaapskudde in Elspeet en krijgt de schrik van haar leven. Ik dacht, het zal niet waar zijn. Dat zo'n groot deel. Ik zag ze allemaal dood te liggen. Ik kwam dichterbij. Ik zei, lummels, geen reactie. Ik dacht, ja, die zijn dood. Die zijn getroffen door de bliksem. Dat kan niet anders. En ook die andere groep daarnaast. Ik zag hem met één oogopslag. Alles was dood. 54 schapen blijken getroffen te zijn door de bliksem. Een groot verlies voor Christine en haar man, die de dieren zelf gefokt hebben. Ik heb gekeken. Het is net gebeurd, hè. Ik kan er niks aan doen. Ik heb nooit meegemaakt. Mijn man is, wat ik zei, mijn man is 43 jaar schapen. Nooit meegemaakt. Helemaal nooit. De getroffen schapen worden morgen opgehaald door een destructiebedrijf. Herderin Christine wil de overgebleven kudde, die nu nog uit zijn 80 schapen bestaat, zo snel mogelijk terugbrengen op oude sterkte. Onder grote belangstelling is vanmiddag in Groesbeek een gedenksteen gelegd voor Koen Buitelaar. Koen werd in maart van dit jaar voor de deur van discotheek De Hoeve doodgestoken. Dit zou toch niet moeten kunnen gebeuren, maar toch gebeurt het. Burgemeester Prik van Groesbeek sprak vanmiddag tientallen vrienden, familieleden en bekenden van Koen toe.
Koens vrienden besloten een gedenksteen te plaatsen om samen opnieuw stil te staan bij hun overleden vriend. Zeker een bijzondere dag, toch een beetje een soort herdenking aan hem. Alleen de leuke momenten herinner je met zoiets. En toch een leuk gebaar dat we die steen hier neer mogen leggen. En namens de vrienden, toch leuk dat het allemaal zo geregeld is en dat we hem hier neer mogen leggen. Koen wordt tijdens een avondje stappen in maart van dit jaar neergestoken op de stoep van de plaatselijke discotheek in Groesbeek. Hij overlijdt later in het ziekenhuis. Een 32-jarige Groesbekenaar wordt kort na de steekpartij aangehouden. Hem wordt moord of doodslag ten laste gelegd. In november moet hij voor de rechter verschijnen. De herdenking van vandaag is ook bijzonder voor Koens moeder. Ik vind het gewoon heel fijn voor mij als moeder en voor ons als gezin Rikke Buitelaar om daarin gewoon de troost te vinden van dat Koen geteld heeft. En dat hij iets meegegeven heeft. Wat iedere keer terugkomt in het woord verbinding leggen. Of het nou bij de collega's is of bij de vrienden. Dat is gewoon heel mooi om als cadeau te mogen krijgen dat je zo dat heeft kunnen neerzetten in zijn kleine korte leven, zeg maar. Hè. Koen had een grote passie voor muziek. En dat komt in de bijeenkomst tot uiting als een van zijn vrienden een nummer van Coldplay inzet. Allerjongsten hebben nu een eigen klasse bij de Zwarte Cross. Kinderen van net 4 jaar mogen al meedoen. Zometeen de kleine snelheidsduivels. Discotheek Rodenburg in Beest is vannacht ontruimd vanwege een brand bij een autobedrijf dat ernaast ligt. Er waren geen mensen in het autobedrijf aanwezig. De brand is ontstaan in een caravan die in het pand stond. Opnieuw is tevergeefs gezocht naar de man die gistermiddag in de Waal bij Zaltbommel verdween. De man van 20 was aan het zwemmen met vrienden toen hij een kopje onderging en niet meer boven kwam. Gisteren werd al met boten en een politiehelikopter gezocht naar de man. Vandaag zijn 2 boten met sonarapparatuur ingezet. De man die vrijdagavond in zijn woning op een bungalowpark in Ermelo een explosie veroorzaakte, zit nog steeds vast. Bij de explosie liepen hij en een politieagent flinke brandwonden op. De man goot mogelijk na een echtelijke ruzie benzine in zijn woning en hield er een vuurtje bij. Bezoekers van de vestingdag Groenlo konden vandaag terug in de tijd. Op de middeleeuwse ambachtenmarkt was te zien hoe er vroeger gewerkt werd. Niet alleen de historie stond centraal. Vanwege de WK-finale Nederland-Spanje zijn oranje ballonnen uitgedeeld. 130 deelnemers deden vandaag mee aan de lektocht bij Beusichem. De tocht is de enige zwemwedstrijd in Nederland die in een rivier wordt gehouden. De zwemmers legden 6 kilometer af tussen Beusichem en Culemborg. Het nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Bier, muziek en vooral heel veel motocross. Daar staat het Achterhoekse festival De Zwarte Cross onbekend. Volgend weekend is het weer 3 dagen lang 1 groot feest in Lichtenvoorde. Dit jaar doen er voor het eerst ook hele jonge motocoureurs mee. Ik heet Sven Meurs en ik ben 6 jaar. Ik ben Rijf Dankers en ik ben 8 jaar. Andere leeftijdsgenootjes kunnen nog maar net fatsoenlijk fietsen. Maar Sven en Ravio scheuren nu al met snelheden tot 80 km per uur door het bos. De Zwarte Cross introduceert dit jaar een nieuwe klasse in de motocross. 45 coureurs tussen de 4 en de 8 jaar kunnen meedoen in de Calimero-klasse. Sven en Ravio trainden vandaag al even op het parcours waar volgende week de wedstrijd is. Een wedstrijd die mooi moet zijn voor het publiek en voor de coureurtjes zelf. Het zal een mooie strijd worden op de baan, dat de hele baan gevuld wordt. Dus ik denk dat het publiek er echt van gaat genieten. En de motorrijdertjes zelf ook? Ja, je ziet dat ze zijn nou al helemaal wild. Dus en dan nog met pak een beetje 60.000 bezoekers per dag. Ik denk dat het helemaal te gek wordt voor de jongens. Te gek dus motocrossen, maar tegelijkertijd is het ook wel een beetje eng. Wat is er het engst aan? Dat je over een hoge heuvels gaat. Dan ben je misschien wel een beetje bang om te vallen soms. Ja.
Want je hebt er toch bescherming aan en zo, dus kan niks gebeuren. Ja, kan wel iets gebeuren, maar niet zo gauw dan. Ben je wel eens gevallen dan? Ik ben al heel vaak gevallen. Maar ondanks dat stappen Sven en Ravio toch elke keer weer op de motor. Omdat motocrossen toch gewoon wel erg leuk is. Wat vind je nou zo leuk aan motorrijden? Dat je met anderen rijdt en zo, en dat je over heuvels gaat. Je kan lekker scheuren met je motor ook, dus dat vind ik leuk. En de meisjes in jouw klas vinden het zeker ook wel erg stoer. Ja. Dus dat doe je het goed? Ja. Een tragisch busongeluk in Nijmegen, de aanhoudende hitte en de oranjekoorts in Gelderland. Een greep uit het nieuws van de afgelopen week. Doverklapt en hoor ik sirenes. Een stadsbus rijdt twee huizen in de Nijmeegse wijk Malvert binnen. De buschauffeur komt om het leven, 6 passagiers raken gewond. Kurkdroog is het door het warme weer. Natuurmonumenten vult de poelen op de Veluwe bij, want de Schotse hooglanders snakken naar water. Een roeiboot met 2 mannen wordt op de IJssel bij Terwolde door een vrachtschip geramd. De roeiers overleven het avontuur te nauwernood. Ik denk dat een beschermengeltje heeft meegevaren. Ze hebben gewoon heel erg veel geluk gehad. Een 20-jarige man uit Zeewolde wordt aangehouden voor de verkrachting van 2 meisjes in Nijkerk in de nacht na Koninginnedag. Hij legt een bekentenis af. Gejuich na het laatste fluitsignaal Nederland-Uruguay. Oranje bereikt de finale van het WK voetbal. Overal is het feest, maar in Nijmegen slaapt de gezelligheid om en moet de ME ingrijpen. 3 gewonden bij een botsing tussen een trein en een vrachtwagen bij Winterswijk. Het treinverkeer is bijna de hele dag gestremd. De politie is druk met de voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse die over ruim een week begint. Die hele week komen er meer dan 1000 politiemensen in beeld. De Duitse octopus Paul voorspelt dat Nederland vanavond de WK-finale van Spanje verliest. Gelderse dieren, waaronder de apen in de apenhul, denken daar gelukkig anders over. En dan het weer voor de komende week met Jordy Bloem. De kans op onweer blijft de komende 24 uur groot. Voor de een is dat plezierig, voor de andere juist minder. Want er zijn dan ook wel weer blikseminslagen mogelijk. En het kan ook tot noodweer komen. Zoals ook gisteravond en afgelopen nacht. Een aantal prachtige foto's vind ik dan van bliksem binnengekregen. En er waren heel wat bliksemontladingen. Meer dan 40.000 in het land. En dat heb je niet vaak. Vanochtend rustig, met een mooie, toepasselijke zonsopkomst voor vandaag. In de loop van de dag ontstonden er wel weer nieuwe onweersbuien. Ook boven Nederland, boven Frankrijk. En er komt nog een storing vanuit het zuidwesten aan. En we zien ook nog de storing die we de afgelopen nacht hadden, die naar Duitsland wegtrok. Maar deze storing wordt voor morgen van belang. Vanmiddag ontstonden er boven Zuid-Holland een paar geïsoleerde onweersbuien. Die schampten het zuidwestelijk rivierengebied, maar trokken uiteindelijk ook de Noordwest-Veluwe op in de loop van de middag. Vannacht kan er ook nog een zeer lokale onweersbui tot ontwikkeling komen. Met kans op zware windstoten, veel regenwater in korte tijd en hagel. Maar op veel plaatsen gebeurt er niets, zijn er brede opklaringen. Wel kan er, daar waar veel regen gevallen is, vooral een enkele mistbank ontstaan. En het is een zwoele nacht. Het wordt niet kouder dan zo'n 17 of 18 graden. Het is nog steeds een zwoele nacht. Morgen overdag ook broeierig warm, met veel stapelwolken. Niet al te veel zonneschijn, verwacht ik. En verspreid over de dag, verspreid over de provincie, vallen er regen- en onweersbuien. De meeste later in de middag en 's avonds, met nog steeds de mogelijkheid van veel regenwater in korte tijd, hagel en zware windstoten. Dus plaatselijk kan het weer heftig weer worden morgen. Broeierig warm, het wordt 27 graden hier aan de noordwestrand van de Veluwe, tot plaatselijk 30 in het Rijk van Nijmegen en in de Achterhoek. Maar het is overal behoorlijk warm nog, met niet veel wind, eerst uit het zuiden, later uit het westen. Dinsdag, dan is het afgekoeld tot rond 23 graden. De zon laat zich geregeld zien, het is droog. Matige westelijke wind. Woensdag wordt het weer 30 graden, met een toenemende kans op onweersbuien. En de dagen daarna wordt het weer wat minder warm en blijft het wat wisselvallig. En tot zover deze uitzending. Na de wedstrijd Nederland-Spanje zijn we er weer en zien we hoe Gelderland reageert op de uitslag. Nog een fijne avond.